Welkom bij Euryside. Mijn naam is Laurence Staalmans en ik leid sinds 2020 ons sustainability program Planet Passionate. Euryside maakt al sinds 1985 dak- en gevelsystemen. En op dit moment sta ik in ons hoofdkantoor in Zwevenzele in België. Maar dit is slechts een van de 19 productiesites van Euryside Groep. Wij zitten namelijk over heel Europa en hebben in totaal meer dan 1400 medewerkers. Waardoor we dus een grote internationale speler zijn geworden in de staalindustrie. Onze missie is duidelijk. We willen hoogwaardige stalen constructiematerialen leveren aan klanten over de hele wereld. Of het nu gaat over de landbouwsector, architectuur, residentiële of commerciële projecten, wij hebben de oplossingen en we blijven ook groeien en evolueren. Wat ons echt onderscheidt is ons uitgebreide aanbod. Zo bieden we niet alleen materialen van topkwaliteit aan, maar ook een breed gamma aan extra diensten om onze klanten te ondersteunen. Van innovatieve oplossingen tot een persoonlijke service of het opbouwen van langdurige relaties, we streven er altijd naar om onze klanten tevreden te stellen. En met meer dan 3 decennia ervaring in onze sector, kunnen onze klanten erop vertrouwen dat ze bij ons echt in goede handen zijn. Euryside produceert eigenlijk alles wat er nodig is voor de buitenschil van een gebouw. Dus zaken zoals sandwichpanelen, metalen dak- en wandprofielen, dakpanplaten, metalstuts, hoogprofielen enzovoort. Het hoofdmateriaal is daarbij altijd staal. Om je een idee te geven, binnenin de Euryside Groep verwerken we jaarlijks meer dan 425.000 ton staal in productie. We hebben meer dan 16.000 klanten, zowel particulier als professioneel. En om onze producten bij de klant te brengen, worden er dagelijks zo'n 200 vrachtwagens geladen. Naast onze productieactiviteiten hebben we ook interessante projecten lopen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. En die initiatieven horen thuis onder de Planet Passionate doelstellingen van Euryside. Onze Planet Passionate doelstellingen richten zich op 4 pijlers: energie, water, koolstof en circulariteit. Nu, om die doelstellingen te behalen, zijn onder andere de pijlers energie en koolstof enorm belangrijk voor ons. Tegen 2030 willen we namelijk de net zero carbon status bereiken op ons scope 1 en 2 niveau en daarbij ook ons direct gebruik van hernieuwbare energie verhogen tot 60%. Daarnaast zullen we ook op de site zelf 20% van de nodige energie opwekken en willen we onze zonnepanelen uitbreiden naar al onze gebouwen. Om ons direct verbruik van hernieuwbare energie te verhogen en onze carbon footprint te verlagen, willen we overschakelen naar biopropaan. Biopropaan of Futuriapropaan is een polyvalente energiebron die je voor verschillende productieprocessen kan gebruiken. Het gas zelf wordt geproduceerd uit een mix van plantaardige oliën en afvalstromen uit de voedingsindustrie. En het is daardoor dus volledig hernieuwbaar. Zo heeft het een carbonreductie tot 80% ten opzichte van conventioneel propaangas. Sinds we zijn overgestapt in 2022 hebben we zo'n 430 metric ton Futuria propaan afgenomen en dat heeft ons een carbonbesparing van ongeveer 638 ton opgeleverd in 2 jaar tijd. Ook ontvangen wij voor het gebruik van Futuria propaan een duurzaamheidscertificaat met alle details over de samenstelling en de herkomst van de grondstoffen. En in dat certificaat staat ook de exacte carbonreductie vermeld. We zijn voor Futuria propaan gegaan omdat we al propaangas gebruikten. En biopropaan is chemisch identiek aan conventioneel propaan, waardoor we heel gemakkelijk konden overstappen. Wij werken al verschillende jaren samen met Primagas als propaanleverancier. Onze verstandhouding is altijd heel goed geweest en we zitten ook sowieso regelmatig samen met beide partijen aan tafel. Op een keer hadden we gesprekken over duurzaamheid en toen werd het snel duidelijk dat Primagas door de levering van Futuria propaan ons kan helpen met onze Planet Passionate doelstellingen te bereiken. Momenteel is Primagas trouwens ook de enige partij in België die biopropaan aanbiedt. Sinds de zomer van 2022 kopen we dan ook hun Futuria propaan aan in België. En we gaan dit nu ook verder uitbreiden en ook gebruiken op onze Franse sites. De voorbije 4 jaar hebben we al heel grote stappen gezet in ons Planet Passionate programma, zoals bijvoorbeeld een carbonreductie van meer dan 50% sinds 2020. Maar we hebben zeker nog die eindmeet niet gehaald. We blijven dan ook inzetten op het verduurzamen van ons productieproces, met daarin uiteraard een belangrijke focus op de eliminatie van fossiele brandstoffen en het vervangen ervan door hernieuwbare alternatieven. En voor het aanleveren van hernieuwbare brandstoffen kunnen we uiteraard bij Primagas terecht.